Ik ben Joris de Leen, ik ben accountant en ik studeer aan de Postmaster Accountancy in Tilburg. De Postmaster Accountancy is de opleiding tot registeraccountant. Een driejarige opleiding nadat je de masterstudie hebt afgerond. Ik wil graag registeraccountant worden en om registeraccountant te worden heb je een Postmaster nodig. Daar is gewoon geen weg omheen. En daarnaast vond ik het heel erg aansprekend het werken en het studeren samen. Want ja, je blijft jezelf ontwikkelen en dat vind ik heel gaaf. Studenten werken en komen dan op vrijdag naar college. Het leukste aan de postmaster vind ik het idee dat je nog één dag student bent in de week. Dus je zit weer met allemaal mensen, ook heel jong, die ook allemaal net zijn begonnen, die allemaal dezelfde dingen meemaken als die jij meemaakt. Je bent allemaal nog hartstikke enthousiast over het vak. Hopelijk kun je dat ook nog jaren blijven. En toch ook, het is op vrijdag, het weekend komt eraan. Ja, er wordt heel erg veel focus gelegd op discussie, op interactie, dus het meenemen van de studenten in de discussies. En zo zie je ook dat je alle studenten, als er één begint te praten, volgt de ander snel en daardoor komt er heel veel interactie en leer je ook steeds meer van elkaar. PMA in Tilburg is zo bijzonder omdat wij de nadruk leggen op de integratie tussen theorie en praktijk. Er gaat geen werkcollege voorbij nadat er eerst gestart is met de accountants in spe die in de zaal zitten, te bevragen wat ze de afgelopen week in de actualiteit hebben meegemaakt. En daar bouwen we op voort. Dus wat ik op vrijdag leer in studie, dan denk ik, oh ja, dat heb ik deze week gehad. Of, oh ja, dat kan ik volgende week wel ergens voor gebruiken. De docenten zijn allemaal docenten uit de praktijk. Ze hebben heel veel affiniteit met het vak. Ze hebben heel veel kennis. Als we het nu hebben over bijvoorbeeld data-analyse, process-mining, dan hebben we ook onmiddellijk het initiatief om daarvoor ruimte in het programma in te ruimen. We zien dat data-mining, process-mining, business intelligence tools voor onze audit, maar ook bij onze klanten een steeds belangrijkere plek innemen. De studenten gaan zelf ook hands-on aan de slag met data-analyse tools en process mining tools om ook echt te ervaren hoe het is om daar gebruik van te maken. Daarnaast hebben we ook e-learning modules. Daar merk je weer de koppeling tussen de praktijk en het wetenschappelijke, want dat houdt in dat je die e-learnings kan doen wanneer jij in een rustige periode zit met je werk. Dus ja, je merkt wel dat ze daar ook heel goed rekening mee houden. Ja, de accountantsopleiding is zwaar, maar we maken het wel studeerbaar in Tilburg. De postmaster zorgt ervoor dat je je focus hebt op één of twee verschillende vakken, waardoor je niet heel veel dingen door elkaar hebt, waardoor je verward raakt. Wat we in Tilburg dus niet doen, is om die opleiding in een zo kort mogelijke periode uit te serveren. Nee, we hebben altijd al bewust het beleid gevolgd om dat rustig uit te smeren over 3 jaar. Ik vind de opleiding heel erg goed te combineren. Tijdens de busy season, de drukke tijd, ben je vrij. Dus daar houdt de opleiding echt rekening met je werkleven eigenlijk. Aan het eind van deze opleiding, dan hebben studenten een fantastisch carrièreperspectief. Allereerst kunnen zij zich inschrijven in het accountantsregister. Er is een grote vraag naar accountants op dit moment, maar het hoeft niet alleen een accountantskantoor te zijn. Onze studenten kunnen ook terecht bij interne accountantsdiensten, kunnen bij de overheid terecht en kunnen terecht in het bedrijfsleven als accountant in business of als adviseur. Dus de markt zal ze met open armen ontvangen. Fantastisch, hartstikke mooi.